Handen, handen, handen wassen, lekker schoon. Tia la la la. Het coronavirus heeft de wereld en dus de regio in de houtgreep. Goede hygiëne is een manier om dit virus niet verder te laten verspreiden. Rob Geus achter mij die gaat met ons zijn hygiëne tips delen. En we beginnen met een... Ja, ik heb hem al klaarstaan. Taka. Elleboogstoot. Kraan aan. Je gaat je handen eerst lekker nat maken. Handzeep, dat ga je heel goed overal aanbrengen. Ik kan me voorstellen dat je thuis niet als papier gebruikt. Maar hou dan heel goed rekening mee dat je de handdoek veel vaker verschoont dan dat je normaal doet. En de laatste stap is natuurlijk desinfectie. Dat is gewoon lekker als een extraatje. Ook weer de ring verplaatsen. En dit moet je eigenlijk veel vaker herhalen dan normaal. Dus was je normaal 8 of 9 keer je handen per dag, doe je het nu zeker minimaal 20 keer. Je bent bij het toilet geweest, openbaar toilet. Je hebt je handen op de goede manier gewassen. Heel belangrijk. Maar dan wil je het openbaar toilet verlaten. Dus, wat doen we? Met de elleboog doen we de deur open. En gaan we sowieso met schone handen naar buiten. En dit virus is zo sterk dat je eigenlijk op alle openbare plekken waar je handen moet gebruiken, ja, indirect toch een risico loopt. Denk aan winkelwagentjes, maar denk eens aan geldpinnen. Nou, hier staat dan zo'n pinapparaat. Nou, dat zijn echt apparaten die je eigenlijk nu in deze tijd van het coronavirus niet wil aanraken. Nou, dus dat doen we ook niet. Ik doe het met een sleutel tegenwoordig. Zo, ik gebruik de sleutel gewoon om te pinnen. Dus mijn vingers komen niet in aanraking met misschien dit besmette apparaat. Lieve mensen, blijf scherp op jezelf, maar ook zeker op anderen. Wij moeten de strijd tegen corona gaan winnen. En dat gaat ons lukken. Yes.